twee en drie. Nou, jullie zien dit. Nou, wat we gaan doen. Ja, ben weer bij Ozon. Ja. Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 5 december. Dus voor iedereen die pakjesavond gaat vieren, heel veel plezier met jullie kinderen of met de hele familie. En maak er een leuke avond van en een leuke dag. En ja, ik zou zeggen, heb je net gevierd? En volg je mij? Laat het even weten hieronder in de comments. Ja, het is nu al 5 over 1 inmiddels. En ja, ik ga even deze vlog maken, want deze vlog moet sowieso vandaag online. Dus dat ga ik even nu gelijk even doen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, er zit nog steeds voor de pc. De vlog is al lang en breed al af. Het is nu alweer 3:15. En ik moet over een uurtje bij de huisarts zijn. En voor mijn vitamine B12, misschien dat ik een stuk beter ga voelen vanavond. Ik weet het niet, geen idee. Maar het zal wel moeten. En wat de dag voor mij verder gaat brengen. Ik ga dit kistje sowieso vandaag wegbrengen. De dochter van mijn oude buurvrouwtje, die er helaas niet meer is. Eigenlijk dat een beetje op de planning. De hondjes zijn al uit geweest door Roo. Daar ligt Lovely. En daar ligt Lady and Beauty. En daar hebben we de 3 cavia's. En daar is Draki. Helemaal geweldig. En waar de andere 2 katten zijn, dat weet ik helaas nu even niet. Nee. En ik heb al eventjes een kacheltje hierachter ook even ontlucht vandaag. Dat is deze kachel hier achter het gordijn. Die heb ik ook al even ontlucht. Ja, helemaal geweldig. Het is een beetje gelijkwazig. Jee. Hallo. Dat is deze kachel. Ja. Yeah. Hij wil echt niet vandaag, hè? Nee. Oké, maar dat maakt niet uit. Dat zeg ik. Het is sowieso even zometeen naar de huisarts. En dan gelijk vanuit daar naar deze liefdalige zus. Aangenomen zus van mij. En nee, zij wil niet op de vlog. Dus dat gaan we ook niet doen. En wat nog meer. Roos nu naar zijn werk. Die werkt nu tot en met 10:30 vanavond. Dus ik moet weer gewoon even kijken wat ik ga doen vandaag. En donderdag ga ik weer voor het eerst met mijn buurman, die jullie al kennen, Michael, zwemmen. Bijna zwemmen, 1,5 uur. Even kijken of ik dat ga redden. Want ik moet toch wel weer wat aan mijn gewicht doen, want ook omdat ik mijn ijzertekort heb, vitamine B12 en vitamine D, omdat ik dus mijn vitamines niet aanmaak, kom je dus ook aan in gewicht. Nou, en om dat dus eigenlijk weer een beetje dat naar beneden te dringen, loop ik ook heel veel, ook al heb ik dan wel 's avonds heel veel pijn. En dan slik ik gewoon even een ibuprofen en een lekker warm dekentje, en dat scheelt wel een hele hoop, dat moet ik wel na zeggen. Dan val ik wel in slaap met een warmtedeken. Als die weer uitge is, dan word ik ook gewoon weer wakker van, ik krijg het koud. En dan krijg ik ook weer steken, zeg maar. Dan doe ik hem eventjes uit en in één keer weer aan. En dan voel ik hem weer warm worden. En dan val ik weer gewoon in slaap. Gewoon, dus ja, dat is wel fijn eigenlijk, zeg maar. Ja. En nou ga ik even wat drinken pakken. Lekker appelsappie, denk ik. Ja, even een appelsappie. En ik moet hier weer gaan stofzuigen, het ziet er weer niet uit. Oh, hallo. Zo, ik weet dan niet hoe scherp ik vandaag ben. Zo, goedemorgen. Moet ik dus even gaan nakijken zometeen of ik wazig ben geweest. Ik denk het haast wel, dus gelijk mijn excuses daarvoor. Dat moet ik ook vandaag even weggooien. Ja, weggooien. Dat ik dat zeg, weggooien.nl. Lekker op
appelsapje. Ik ga maar lekker op vriezer staan. Helemaal goed. Dus hier. Ik ga nu weer deze even drinken. Lekker. Daar heb ik gewoon zin in. En dan gaan we het wel zien vandaag. Wat het allemaal weer gaat brengen. En ik was gewoon waarschijnlijk lekker wazig. Dus ja. Ook dat kan gebeuren. Hij wou gewoon even niet focussen. En ik moet mijn lens sowieso nog schoonmaken. Want Tygo die had gisteren een kus aan de lens gegeven. Dus ik ga die hier zo even schoonmaken. 1, 2 en 3. Nou, jullie zien dit. En dan ga ik een beetje verandering inbrengen. Met een muziekje aan. En ik laat jullie dat lekker zien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze timelapse.
Zo, we zitten zo weer in de auto. Nou, eventjes een lekker wasot op hebben geruimd. Nee, ik moet naar achteren, zeg ik. Hartstikke fijn. Ja, dat is helemaal goed. Even naar voren. Komt niks aan en dan ga ik even draaien, want ik moet naar de huisarts. Want ik moet namelijk mijn vitamine B12 laten injecteren. Ja. Ook erg handig. Gezondheid gaat boven alles, hè, vanzelf. Ja. Zo. Ja, hou je mond, kudding. Piep. Zo, hartstikke fijn. En normaal zit ik nooit met mijn jas aan, dat weten jullie. Dus je krijgt ook eigenlijk niet eens betaal. Zo, doe ik het even zo. Even naar mijn buurman. Dat die weet dat ik wegga. Zo, en dan die kant op. Hartstikke mooi. Yay. Ja, want zometeen moet ik dus naar de huisarts. Moet ik al even naar iemand anders. Wat ik al zei, om deze dus in te leveren. Alleen dat weet zij dus niet. Dus daar heb ik ook al weer spanning in, want het lachen staat me nader. Ja, nou nee. Het huilen staat me nader dan en aan het lachen, zeg maar. Dat wou ik zeggen. Ja. Dus ja. Hartstikke mooi. En als jij nou gewoon ook even door wil rijden met je fietsje. Dankjewel. Kan ik er ook langs. Hartstikke fijn. Dankjewel. Heel fijn. Zo, hobbel. Ja joh, hè? Fijn. En dan naar boven, ergens anders parkeren. En dan ben ik er al. Ja, op dag. Haha. Zo ver is het dus bij mij vandaan eigenlijk, zeg maar. De huisarts nat. Top, hoppetop. Tentententroonstelling. Yeah. Ja, ik weet het wel. Jee, joppidoppie, draaien. En ik moet om 3:45 wezen, dus ik ben lekker op tijd, zeg maar. Als ik deed, drempeltje, ga je weg of niet? Nee, niet? Jammer. Ja, wat gaan we doen? Kom, hobbelen tot, kom. Move met die ossenwagen van je. Kijk, dan kan ik even hier draaien. Dat is mooi. Dankjewel. Holte tenten en tentoonstelling. Kijk. Kijk, ik ga gewoon draaien. Als die andere persoon dat niet doet, dat maakt me geen reet uit. Parkeer ik hem wel even ergens anders, dan moet ik nog een klein stukje lopen. Ja, joh. Lopen is gezond, hè, zeggen ze. Daar is hier niet meer plek. Er is hier helemaal geen plek meer. Daar. Er is helemaal geen plek. Yes? Jo. Tut. Ja, kijk. Ik parkeer hem ook wel hier. Hartstikke fijn. Opa. Mag ik er ook nog even bij? Dankjewel. Ik parkeer hem eigenlijk nooit vooruit. Hartstikke idee. En nou, dus wel. Jee. Ja. Ja. Dus, jongens, ik laat jullie even in de auto. En ik ga naar het huis. Nou ja, of ik neem jullie mee. Moet ik even kijken. Dus, en als ik het kan filmen, dan ga ik het filmen. Ja? Oké, prima. Nou, wat we gaan doen. We gaan vitamine B12 injecteren bij mevrouw. Ja. Of toedienen. Ja. We maken een 4 vlakken. En de buitenste vlak pakken we. 1, 2. En daar komt hij dan. 4, 5, 6. Het is al heel warm geworden, vloeistof. Ja. Pleistertje erop. Yes, pleistertje erop. Was het alweer klaar. De vitamine B12 die zit erin.
Zo snel kan het gaan. En zo vriendelijk zijn ze hier tegenwoordig en bij de huisartsassistentes. Dus dankjewel als je dit weer gaat zien. Want ik weet en dat je me ook al volgt. Ja. Ik ga even kulsnoepjes pakken zo. Doe ik even een paar even hier in mijn middenconsole. Eventjes lekker. Sorry Rianne. Ja, zo even een paar. Zo. En dan ga ik nu richting mijn afspraak. En dat wordt een hele zwaar beladen afspraak, denk ik. Beladen. Maar dat maakt niet heel veel uit. Nou ja, niet heel veel uit. Maar ze weet niet en dat ik dit mee heb, zeg maar. Dus dat is eventjes de... Zo. Dat zeg ik alleen, zij weet dus niet dat ik dat mee heb. Het is een verrassing voor haar. En het is ook een hele zware dag voor mij. Want gisteren had ik een jaar geleden Wouter aan de telefoon. Vandaag weer nog, want hij had mij 2 dagen aan de telefoon. Nou, niet 2 dagen, maar hij heeft mij 2 dagen achter elkaar gebeld, zeg maar. Vorig jaar. Dus ja, en morgen een jaar geleden was hij er al niet meer. Dus gaat hard. Dus, en ik ga me even focussen op het rijden, jongens. En dan zien jullie mij misschien straks. En anders, sowieso hoop ik Bobby dat ik die wel mag filmen. Want zij wil er niet op. Maar ik neem wel de camera mee naar boven. En dus dat zijn 2 jochies die er ook even over wou steken. Dus ja, en dat gaat voor. Dus, en ik ga nu even rijden. Ja, ik ben weer bij Ozon. Ja, hoe toevallig. En... ik wil dus namelijk die grote hebben, deze. Die wil ik hebben. En eens even kijken. En dan hebben we ook nog ergens peperd. Vier seizoenen moet ik even hebben. Even kijken. Hebben ze 4 seizoenen? Ja, vast wel. Nee, hebben ze niet. Pak ik gewoon even deze peper ook goed. Helemaal goed. Pak die. Ja. Helemaal geweldig. Toppie. Hey. Hallo. Ja. Ik wacht. Rustig aan. Rustig aan. Ja, ik wou van deze grote kipfilet. Ja. Doe eerst maar 2 keer 1, zeg maar. En van die dubbele, zeg maar. Even kijken hoeveel dan ik... juist, even kijken hoeveel dan is. Qua prijs. 600 gram. Het kost 64. Doe er nog maar 1 bij. Yes. Ja. Dan wordt het 9,50 euro. Helemaal top. Toppie. En wederom zijn we dus weer even in de Jumbo. Ja. Gisteren ben ik eigenlijk helemaal niet weg geweest. Volgens mij, ja, met Ro eventjes. Maar voor de rest niet. Nee. Nou, gaan we eens even hier kijken wat ze hebben, eventueel. Nou, ook niks. Ja, jammer. Dit is kant-en-klare kruidnotendeeg voor 2,50 euro. Nou, nee. Dan ook wel lekker niet doen. Nee. Er is dus niks. Nee, er is niks. Nee. Nope. Nog een adiënto. Nog maar niks. Nee, hier niks. Dat scheelt weer. Ja, dat scheelt weer. Zo. En eens even kijken. Waar gaan we dan naartoe? Geen idee. Er is niks in de bak. Zoals jullie hebben kunnen zien. Gewoon niks. Ja, niet eens op het kijken. En dan zo. Mooi. Eens even kijken. Een pompoes. En voor 5,50 euro. Ik denk het niet. Alleen omdat er een laagje omheen zit. Nee jongens, dat ga ik lekker niet doen. Nee. Nu niet, dan niet, nooit niet. Ik wil eigenlijk wel weer eens even gewoon even een melk koken, zeg maar. Gewoon macaroni, rijst, gepik. Nou, eigenlijk iets met groenten en saus. Ja, iets met groenten en saus. Ik heb dat. En vlees. Heb ik ook. Kip nu. Daar is ook. Ik heb rijst. Ik moet eens even kijken wat ik ga halen zometeen. Nu, eigenlijk. Gewoon zien eigenlijk in rijst. Gewoon makkelijk. Met kip, groenten en saus. Dus we gaan eens even kijken wat ik ga halen. Daarop de sausen.
rijst. Daar is ik al. Rijst heb ik wel. Nou zit ik even te pakken te denken. Wat voor groenten? Gewoon denk ik voor de groenteafdeling uit zo'n bak. Ik denk Hawaii of zoetzure saus. Dat is even weer eens wat anders. Gewoon anders. Dan moet ik hier wezen. Volgens mij wel. En anders kijk ik het wel. Eens even kijken. Ik heb gewoon iets in mijn hoofd dat ik gezondheid ga maken. Maar ik weet niet of ik dan hier goed zit. Nee, ik moet daar wezen. Dingetje verder. Hier dus niet. Haha, ga ik hier naartoe. Yep. Dan ga ik hier naartoe. Even kijken of ik het nou wel heel goed zit. Ja, nu wel volgens mij. Ik zit goed. Goed toevallig. Dus eventjes kijken. Zit ik heel goed, 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 goed. Ik zeg het wel dat ik hier goed zit, maar... Dat is alleen maar pasta's. Ik zit eventjes omheen te kijken, maar... Ze zijn hier wel lekker aan het veranderen. Ja, ze zijn wel lekker aan het veranderen. Vind ik dat fijn? Nee, maar dat hoort erbij, hè? Bij een winkel veranderen. Soms ook er helemaal gek van. Weet je dat? Dat ik er gek van weg. Nou, bij deze. Kijk, dan. Of ik ga gewoon dit eten, want dat heb ik al. Of ik ga dat eten, maar dan moet ik nog eventjes eieren halen. Of ik ga dat eten. Maar ik kan het wel alvast halen. Dan heb ik het ook alvast. Ja. Dus ik heb keuzes. Maar dan moet ik ook eieren halen. Nou, eieren dat wou ik al halen. En dat halen. Nou, ik ga dit zoetzuur. Neem ik er even 3 potjes van mee. Genoeg. Yes. Heb ik genoeg. Ja, ja, ja. Kijk, doe ik het even zo. Best slim. Hartstikke mooi. Ik ga niet alles zo. Doe ik het even zo. Kijk. Hartstikke mooi. Dan neem ik deze mee. Deze 3. Dat is 1, dat is 2 en dat is 3. Lekker veel saus. Yes. Want daar hou ik van. Lekker wat meer saus in plaats. Ja, en dan nog groenten. Ja. Daar is ook een kip heb ik al, rijst heb ik. Zo moeilijk is het niet om eten te maken. Alleen, dan moet je wel je energie ervoor hebben. Ja. En nu, omdat mijn energie dus weer op wordt gebouwd, ja, met injecties en alles, ja, dan ga ik het gewoon maar weer doen, hè. Ik moet gewoon weer gaan koken, weet je. Ik moet gewoon gaan en gaan koken, helemaal goed. Dus, we gaan eens even kijken. Van die kant-en-klare pakketten, hartstikke fijn. Die heb ik hier. Ja, 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 nasse pakket hoef ik niet. Ik vind deze wel eigenlijk altijd lekker, deze. Dat is gewoon macaroni spaghetti pakket. Helemaal lekker. Kijk, deze hou ik niet zo van. Maar gewoon lekker deze. Lekker, 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 lekker. En die is €1,70. Helemaal goed. Zo, ja. Heb ik die al wel? Dus dat heb ik zeker. En dan moet ik even kijken. Ik moet ook even knoflook hebben. Knoflook. Hé, hoe toevallig daar lopen we langs. Joepie, hebben ze ook nog 3 er nog in of niet? Verpakt, €1,15. Knoflook, €1,15 jongens. Ja, €1,15. Eens even kijken. Hebben ze niet meer in 3? Dat is jammer. Maar ik wil wel... Kijk, ja ja, wat, oké. Okay. Hier hebben ze wel 3 en ze hebben 3 of 2. Oké, okay, keuzes. Keuzes, 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 reuzen. Hier hebben ze 3, maar ik wil een goede 3 hebben, zeg maar. Dus we gaan gewoon even zoeken naar een 3 in plaats van 2. Maar heel weinig 3, zeg maar. Ik doe deze wel gewoon alvast in de kar. Als ik iets anders vind, dan heb ik het wel. Even kijken. Het is maar heel weinig met 3. Ja, dit is ook een 3. Nou, dan heb ik het toch al wel, zeg maar. Ja, dan heb ik het al. Knoflook. Ik ook nog een uitje erbij. Even extra kijken, 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 kijken. €2,50.
uien, dat is die. Wat is het verschil? Geen idee. 1 kilo, en dat is ook 1 kilo. Dus even kijken, zie je dat er blablabla, bla, bla, bla. 1,35 €. Geen idee. Geen idee wat hier het verschil van is. Was 1 net. Oh, dit is en dit is weer 2 kilo. Ja, oké, okay, zo. Ja, oké. Okay. Dus, en dus een net van 2 kilo is 2,51 €. Zo, goedemorgen. Moet ik wel goed zeggen. En dus 1 kilo, dat is dan 1,35 €. Oké. Okay. Het zit hier lekker een beetje door elkaar heen, zeg maar. En ik ga geen vieze troep kopen. Dat ga ik niet doen. Dat vertik ik, jongens. Vieze meuk kopen. Dat ga ik niet doen. Ja, stik het erin. Die loopt daar naartoe. Ja joh, live. Kijk, die daar naartoe. Dit is wel 2 kilo volgens mij. Ja, 2 kilo. Maar heb ik... Moet ik wat serieus hebben? En ik wil weer wat lekker dingen maken, zeg maar. Oh ja joh, er valt iets bij mij langs. Dat moet niet. Zo, helemaal goud. Nou, ik ga denk ik zo naar de kassa en dit betalen. Ja, redelijk. Daar gaan we. Heb je de... Ja, scan thanks. Niks. Ja. Hier mag ik het niet eens overheen, dus dat scheelt. Ah, dat is alleen maar voor fietsers. Vesterstraat. Geen idee waar het is. Vesterstraat. Ja. Een bruggetje. Jee, omhoog. Jee. De Jasserstraat en de Truierstraat. Ja, bijna wel. Leiden heen rijden. Hoe vaak doe ik dat? Nooit. Oh, hier. Ja, oké. Okay. Ik zie alweer waar ik ben. Ja, oké. Okay. Check. Vink. En want hier hebben wij ook gelopen. Oh, bij. Daar toch wel. En bij die woon- en woonboten, zeg maar. Ja. En bij die hele mooie brug. Met die brug met de woonboot waar we gelopen hebben. Ja. Oh, nou, dat weet ik. Ik mag hier niet zien. Ah, dan ga ik hierin. Nee, dit is leuk. Die klopt niet helemaal, maar wij. Die moet omgedraaid worden, dat scheelt wel. Ja, ja. Ja, ik wacht ook wel eventjes. Hartstikke fijn. En jij moet even inparkeren. Goed zo. Gaat u maar. Zo, bijna klaar met. Dat is mooi. Jezus. 1 auto en dan is het weer weg. Wauw. Chapeau jongens, chapeau. Chapeau? Nee, chapeau. Ja, chapeau. Nee, chapeau. Chapeau. Nee. Gewoon nee, ik zeg geen shampoo. Nee. Nee. Hè? Ik zeg shampoo, jij niet. Nee. Ja, nou plantagelaan. Plantagelaan, ja ja. Plantagelaan, bedoel ik. Plantage, ja, geen idee. Wat is er? Ben je moe, schat? Van wat? Weet je wel, van het verband de hele tijd. Ah. Ik wou net
net zeggen, mag ik ook nog eens een keer of wat? Eterij en drinkerij eigenwijs, ja ja. Eetcafé de Vreedschuur. Ja, echt hè? Onbeperkt eten wat je zelf meeneemt, is helemaal goed. Ja, ja. Zo, klaar met 3. Gaan we verder met 2 verder. En hoe lang moet je nu nog lopen? Een half uurtje of zo. Kijk, dat is makkelijk. Je bent nog. Ja, rustig aan. Kijk, eerst even dit en ik wil graag een contant betalen. Ja, houd even je mond. Helemaal goed. Top. Alsjeblieft. Ik vind het hier altijd zo mooi gemaakt. Zo met, ja, ik vind het ook weer helemaal heerlijk. Zo gezellig. Nou, dat wordt dus ook mijn nieuwe thumbnail straks. Even voor hier. Helemaal leuk. Bent u een YouTuber? Ja, klopt. Oh, leuk. Een stilvolger? Op dit moment even kijken. Vanochtend had ik iets van... Het is nu 846. Nou, dat is wel heel leuk nog. Ja, bedoel ik. En doet u dat dagelijks? Ja, klopt. Dagelijks. Helemaal leuk. Dus, ja, dus leuk. Als je soms dan even heel goed op mijn kentekenplaat achterkijkt... en dan kan je daar een foto maken, dan heb je hem. Ja, ik kan alleen niet ik heb mijn telefoon niet bij me. Nou, heb je pen en papier? Ja hoor. Dat heb je wel. Dat heb je dan weer wel. Dan, en dan heb ik nog wel een pen voor je hier. Dus dat scheelt. Als jij dan een papiertje hebt, dan kan ik het even opschrijven. Zo. Yes. Kijk eens, nou, dat is mijn YouTube naam, zeg maar. En daar kom je uit op nog Mr. en Mr. in Love. Oké, helemaal goed. Dus zeg het ook lekker zometeen en tegen je collega's. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Komt goed. Is goed. Is goed, ja precies. Hey, dank je, doei doei. Daar lig ik dan, in bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.